Het college van Tiel heeft een aantal voorstellen op de lijst voor de perspectieve nota 2017 gezet. Te weten een structurele bijdrage voor het regionale investeringsfonds, een onderzoek naar het aantal passanten in de binnenstad, een krediet van 90.000 euro om twee bruggen te vervangen over de gracht aan de kwelkade, het vervangen van een vlonder op de Hoogheijnse straat, het renoveren van de fontein in de Kalverbos en het vervangen van onderdelen van de brandblusinstallatie Medel. De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de perspectieve nota in juni. Dan bepaalt de gemeenteraad aan welke voorstellen daadwerkelijk geld wordt toegekend.